Jongens, deze week maak je kans op een PlayStation 4 en Uncharted 4 hier op gamersnet.nl. Ja jongens, twee weken geleden hadden we natuurlijk een Xbox One weggegeven. Die heeft bezoeker Daantje gewonnen. Die is trouwens uitgesloten van deelname voor deze. Dat heb ik bij deze even beslist. En we dachten, toen kregen we heel veel vragen. Komt er ook een keer een PlayStation 4 giveaway? Nou, hij is hier jongens. We geven deze weg. Een 500 gigabyte PlayStation 4 plus Uncharted. Als die uitkomt, de nieuwe Uncharted. Daar krijg je hem mee geleverd. Super vet. En we hebben ook twee troostprijzen. Die wil ik ook even laten zien. We hebben hier namelijk het Fallout 4 t-shirt. Dat is troostprijs 1. En we hebben hier, die wil echt iedereen hebben, een GTA, een t-shirt, GTA 5 t-shirt van San Andreas Republic. Hoe gaat het in zijn werk? We selecteren een aantal mensen per medium. En dat betekent dat als je op meerdere plekken meedoet, dat je kans is groter wordt dat je wint. We selecteren 10 mensen via gamersnet.nl, dat is dus de plek waar je het meeste kans maakt. We selecteren 4 mensen via Facebook, 4 via YouTube, 4 via Twitter en 2 via Instagram. Volg ons dus op al die plekken en doe op al die plekken mee. Want uit die pool gaan we uiteindelijk met dit fucking vette bingo-rad. Ja, eerst twee troostprijswinnaars kiezen en dan de winnaar voor de PlayStation 4 en Uncharted 4. Kortom, doe mee, reageer overal, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, gamersnet.nl. En wie weet maak jij over ruim een week kans op de PlayStation 4 plus Uncharted 4.